Dag allemaal en welkom op deze vrijdag bij weer een nieuwe IO TV. We hebben weer een vol programma. We beginnen zo meteen met een interview wat Bart Brouwers heeft uitgevoerd met Maarten Steinboeg. En zij gaan het hebben over het leven in en na deze coronacrisis. En ze gaan daarbij dieper in op begrippen zoals mobiliteit en basisinkomen. Dit wordt opgevolgd door een college, het college Circulaire Bedrijventerrein. Dit zal de tweede in de reeks zijn. Vervolgens hebben we een IO-show die je natuurlijk op de hoogte brengt van het wekelijkse nieuws. En we eindigen met een aflevering Topnames. En zij gaan het hebben over het noodkrediet wat voor start-ups verstrekt gaat worden. Dus ik zou zeggen, blijf vooral kijken en schroom ook niet om al je vragen te stellen in de chat. Maarten Steinboeg, welkom in onze uitzending. Fijn dat je tijd kunt maken. Hoogleraar aan de TU Eindhoven en co-CEO, moet ik daarbij zeggen altijd, hè, van Eindhoven Medical Robotics. Om maar met de deur in huis te vallen, hoe ziet jouw leven er nu uit in deze coronatijden? En je niet naar de universiteit kunt en ook niet zeg maar, concreet CEO van je bedrijf kunt zijn, ja. Althans niet fysiek. Ja. Ja, het is denk ik net zoals heel veel mensen. Ik werk thuis. Ik heb geen kinderen meer die om me heen dartelen. Dus ik kan me goed concentreren. Okay. Het is ook wel vermoeiend, dat hoor ik ook wel van veel mensen. Want alle afspraken zijn eigenlijk heel doelgericht. De rector van Leiden die verwoordde het op Twitter echt geweldig. Hij zegt, ik mis de wandelgangen. Ja. En dat vond ik eigenlijk heel mooi. Want dat is wel wat je mist. Ik werk met mijn vrouw samen thuis. Ze werkt ook thuis. Dit is nou week 7 geloof ik ongeveer. Eigenlijk gaat dat best goed. We hebben natuurlijk op de universiteit een ongelooflijke inspanning geleverd met alle docenten samen om al het onderwijs online te doen. En ik heb mijn eerste tentamen ook online afgenomen, zeg maar. Dus het was toch wel bijzonder om dat allemaal mee te maken. Ik heb toevallig vandaag mijn allereerste ingenieursexamen online afgenomen, vanochtend. En straks heb ik mijn allereerste promotiezitting online. Dus het is wel een dag van primeurs vandaag. Maar het gaat overal goed. Ga je in toga vanmiddag? Nee, maar ik doe wel netjes een stropdas aan. Okay, heel goed. Wat al een hele stap is voor mij. Dus ja. Je hebt het over het onderwijs, maar een belangrijk deel van je werk zit ook in onderzoek. En ik ben wel eens in de labs geweest die onder jou vallen. Hoe gaat dat nu? Nou ja, er zijn een paar promovendi die echt zitten te wachten totdat onze labs weer open gaan. En de verwachting is dat ze na volgende week weer sporadisch open gaan voor juist die onderzoekers die echt proeven moeten doen. En met name mensen die zo'n half jaar voor hun promotiedatum zitten, die moeten echt een aantal experimenten doen. Nou, die krijgen toegang tot het lab. Daar richten we wel de anderhalve meter economie in, zo te spreken. Dus de bureaus die komen wat verder van elkaar af te staan. Maar voor de rest, heel veel promovendi kan je natuurlijk uitstekend begeleiden door ze regelmatig aandacht te geven via dit soort middelen en papers reviewen en lezen. Dat kan natuurlijk uitstekend offline. Ja. Dus wat je vooral mist is de sociale contacten. Dus we hebben virtuele koffiemomenten en borrels ingevoerd en dat soort dingen. Dus we proberen wel iedereen. We hebben ons groepscolloquium hebben gewoon. Dat gaat gewoon door. Eigenlijk gaat het hartstikke goed. Dat je met heel veel mensen tegelijk naar een colloquium luistert van iemand. Eigenlijk valt dat reuze mee hoe goed dat toch gaat. Ja, ja mooi. We kunnen ons redelijk aanpassen. Hè? Dat is de mens wel eigen. Ja. Ja. Veel van jouw aandacht, ook professioneel, gaat naar vervoer. De wereld ziet dat onder meer via een tweewekelijkse column in het FD. Afgelopen week had je het ook over de toekomst van het vervoer in die column. Niet verrassend voor de mensen die jou kennen, maar wat duidelijk werd is ook de samenhang tussen openbaar vervoer, persoonlijk vervoer en misschien nieuwe vervoersmethoden. Misschien goed om dat even op te pakken. Hoe zie jij op de relatief korte termijn de gevolgen van corona in het vervoer terug? Ja, nou ja, laten we eerst eens kijken naar het openbaar vervoer. Hè? Want elke dag zijn er dus 1,5 miljoen treinreizen in Nederland per dag. 1,5 miljoen. Hè? 'S morgens in de spits krijgen de stations Utrecht en Amsterdam, dat zijn de twee drukste stations,
elk zo'n 200.000 reizigers te verwerken. Als je evenementen verbiedt tot september, dan kan je niet zo'n station openlaten. Want 200.000 mensen op een station is een evenement, een gigantisch evenement. Dus ik heb geschat dat het aantal reizigers met een kwart moet worden gereduceerd, althans op de drukste momenten. Ja, en dat is natuurlijk eigenlijk financieel is het op lange termijn niet vol te houden. En op korte termijn vraag ik me af hoe we dat gaan organiseren met z'n allen. Dus wat je nu hoort is dat er in eerste instantie dat het openbaar vervoer wordt toegestaan voor belangrijke beroepen, kritische beroepen. Maar ja, straks, we zijn eigenlijk zo gewend om gewoon remote te kunnen werken, of althans verder te werken als waar we wonen. En ik heb ook in de krant gepleit in mijn column voor, misschien moeten we eens nadenken of niet meer bedrijven dependances dichter bij waar mensen wonen moeten gaan neerzetten. Daar staan best wel veel panden leeg, dus waarom zouden we niet het een met het ander combineren en dependances gaan creëren om te zorgen dat je dat openbaar vervoer minder belast. Want als een kwart van de mensen nog maar kan reizen met openbaar vervoer, dan moet die andere drie kwart ofwel niet reizen. Ofwel, die gaan anders reizen. Nou, als ze met de fiets gaan, prima. Als ze niet reizen, ook prima. Maar stel dat maar een kwart van die 100% openbaar vervoerreizigers, als een kwart de auto zou pakken. En ook al is dat maar 10% van het aantal autoreizigers, dan neemt niet de file met 10% toe, maar die gaat wel eens met 30% toenemen. Omdat er natuurlijk een heel klein beetje auto erbij ineens tot heel veel meer files kan leiden, als daar toevallig heel veel mensen op de weg rijden. Dus en dat allemaal op hetzelfde tijdstip waarschijnlijk gaat gebeuren. Precies. Hè? Dus, als wij ons kort houden aan de werktijden zoals we die van vroeger kennen. Ja. Dus ik denk dat er maar één oplossing is. Dat is dat we meer gaan thuiswerken en tegelijkertijd daarbij timeshifts gaan invoeren. Dus dat je gewoon niet allemaal meer 's morgens vroeg naar je werk gaat, maar dat je gewoon twee ploegen krijgt of zo, hè? Ja. En maak je dan ook onderscheid tussen mensen die relatief kort bij hun werk zitten, pakweg een reistijd van maximaal een uur en voor langere reistijden? Nou, ik druk het liever uit in kilometers. Want als het 10 tot 15 kilometer is, dan zouden we eigenlijk zoveel mogelijk mensen echt op de fiets moeten krijgen. En je ziet dat in Berlijn en naar Madrid, dat ze dus de steden al gaan ombouwen tot veel meer fietsvriendelijk. Nou zijn we al heel ver gevorderd. Ik zou heel graag willen, en ik zou er ook een pleidooi voor willen houden, dat we in Nederland onze vooraanstaande fietspositie uitbouwen, ook economisch gezien, en uitzetten naar het buitenland. Want ik denk dat we echt een voorbeeld zijn, niet alleen maar voor waterwerken, maar ook voor fietswerken, zeg maar eventjes. Ik denk dat we echt fiets-minded zijn. En laten we deze periode ongelooflijk alles eens bekijken van wat kunnen wij nog meer doen om het fietsen te stimuleren. Wat kunnen wij nog meer doen aan aanleg van fietspaden, infrastructuur veranderen? En wat kunnen we doen met onze fietsfabrikanten om te kijken of ze niet een grotere internationale markt kunnen gaan bedienen? Dus tot 15 kilometer fietsen, zou ik zeggen. Maar je had het over infrastructuur ook voor fietsen. Ja. Maar ik denk dat juist op dat punt Nederland zich wel al behoorlijk onderscheidt ten opzichte van de buitenlanden. Kunnen wij daar nog veel in verbeteren? Nou, wij kunnen als voorbeeld dienen en daarmee een exportproduct hebben. Dus economisch kunnen we daar iets mee doen. Maar ik kan me ook voorstellen dat het toch wel weer extra aandacht geeft als we in bepaalde steden nog eens opnieuw kijken, kunnen we dit verbeteren. Ja, er zijn altijd nog plaatsen waar we dat nog beter kunnen maken. Zeker als je echt eraan denkt dat het twee keer zoveel wordt. Dat het aantal fietsers twee keer zoveel zou moeten worden. Stel even. Ja. Dus het is vooral een verfijning dan van datgene wat er al ligt en het slimmer, En het gebruiken in export naar het buitenland. En dan denk ik tenslotte, dus als je kijkt naar de wat grotere afstanden, ik denk dat we dan toch op lange termijn met name moeten gaan nadenken of we niet een versnelde invoering moeten gaan krijgen van de eenpersoons elektrische voertuigen. Want daarmee kunnen we het wegdek veel optimaler benutten. Het is natuurlijk eigenlijk raar dat je zo'n grote auto hebt voor één persoon. Met elkaar meerijden, dat is natuurlijk ook al minder wenselijk in tijden van dit soort virussen. Maar ik denk dat er is een hele ontwikkeling van de light electric vehicles, LEV's, die heel interessant zijn. En dat kunnen fietsen zijn met een overkapping tegen de regen, waar je met een hulpmotor toch ook 20 kilometer of 25 kilometer ver kan. Of gewoon echte lichte autootjes, een Twizy,
bijvoorbeeld, of een anderszins compacte auto, die een veel kleiner oppervlak heeft, waardoor het parkeren eenvoudiger wordt, waardoor het rijden op de snelweg tot minder files leidt, maar waarbij maar je wel lange afstanden kan afleggen. Is dat, kijk, bij parkeren en ruimte die, ruimtebeslag voor parkeren, die zie ik duidelijk. Maar op de snelweg gaat het toch vooral om de afstand tussen de voertuigen die bepaalt of er een snelle file komt of niet. En de omvang van de voertuigen zelf. Stel nu dat je een voertuig hebt dat gemiddeld de helft van de lengte heeft van de huidige voertuigen. Hoeveel los je daarmee op? Want de afstand tot het voertuig voor en achter mij blijft ongeveer hetzelfde dan. Ja, we hebben nu regelmatig dat we vluchtstroken inzetten als rijstrook. Stel nou eens dat je van die vluchtstroken twee stroken maakt. Oké. Okay, ja. En dat die light electric vehicles met z'n tweeën, dan verdubbel je de wegcapaciteit in één klap voor die strook. Ja. Nou, dat soort dingen. Want het is vooral de breedte van de voertuigen die heel interessant is. Ja, oké. Okay, ja, die in die zin, een overdekte fiets kan dan inderdaad, symbolisch een overdekte fiets, die kan dan twee keer de breedte. Ja. Maar ook driehielachtige voertuigen of twisties zijn ook heel smal. Die kunnen makkelijk met z'n tweeën op zo'n vluchtstrook naast elkaar. Ja, en de geautomatiseerde afstandsbeperking. Hè? Op het moment dat alle auto's uitgerust zijn met sensoren die bepalen dat ik op 1 meter afstand van mijn voorganger kan rijden. Ja. Dan wordt het natuurlijk helemaal makkelijker. Ja, en wat ook wel interessant is daaraan, hè, is als ik nadenk over thuiswerken versus openbaar vervoer en mensen die in de trein werken, versus autonome auto's of semi-autonome auto's die op de snelweg in kolonnen rijden, waar je ook in de auto kan werken. Kijk, als je 1,5 uur in de file staat en je auto rijdt en je kan thuiswerken in je auto, dan is dat in feite ook een oplossing. Als je dat mag rekenen tot je werktijd. En als je thuiswerken mag rekenen tot je werktijd, dan mag je autowerken ook rekenen tot je werktijd. Ja. Dus misschien moeten we veel met de moderne auto denken. Alleen dan hebben we het volgens mij over een periode dat er ook al een vaccin is tegen corona en soortgelijke virussen. Ja, maar ik sluit niet uit dat dit virus, het zou zomaar kunnen zijn dat dit virus zich zo snel muteert dat we steeds relatief laat zijn met het vaccin en dat we daardoor naar een permanente oplossing moeten voor onze maatschappij die anders is ingericht dan nu. Ja, en daarmee heb je het eigenlijk al over de oplossingen voor de iets langere termijn ook. Hoe zou de huidige situatie, waarbij ook heel veel bedrijvigheid natuurlijk onder druk staat, als deze crisis langer duurt dan pakweg een paar maanden, dan zal dat ook gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de R&D-capaciteit van bedrijven. Traditioneel korten we daar nogal snel op als we in de problemen zitten, wat natuurlijk niet slim is, maar dat weten we ook, maar wel voor de korte termijn verstandig. De grote oplossingen zullen toch vanuit die grote R&D-afdelingen ook voor een deel moeten gaan komen. Zie je daar een frictie? Minder als dat je zou denken misschien. Ik denk dat de horeca het op dit moment het allermoeilijkste heeft en de kunst en cultuur. R&D kan je natuurlijk relatief toch wel heel goed ook met een heel deel thuiswerken oplossen. En met meer mensen die op een kantoor op grotere afstand zitten, maar niet meer elke dag naar hun werk gaan. Ik zie dat hier in de regio van de Brainport, zie ik gewoon heel veel bedrijven uitstekend doorfunctioneren, terwijl er eigenlijk bijna niemand meer op kantoor komt. Alleen maar de mensen die echt proeven moeten doen. Dus ik denk dat we naar een situatie gaan waarbij thuiswerken toch wel veel meer het nieuwe normaal wordt. En met name voor de R&D-afdelingen is dat precies net geen probleem, of niet zo'n probleem. Nee, ik bedoel meer als bedrijven gedurende langere tijd economisch onder druk blijven. Nou, pak NXP. We hebben vandaag gelezen dat het de cijfers relatief slecht uitvallen. Als een bedrijf als NXP, dat toch echt gewoon een wereldspeler is, het langere tijd te verduren krijgt, dan kan dat betekenen dat zo'n bedrijf zegt, oké, we gaan ons nu focussen op datgene wat we al goed kunnen. En we laten even die R&D-afdeling iets minder hard lopen. Ja. Is dat een concreet gevaar of zoek ik nu... Ik weet niet hoe concreet het is. Het is natuurlijk altijd een gevaar als dit leidt tot een diepe economische crisis. Ja, dan is het antwoord ja.
En dan moeten wij de kenniswerkersregeling van wel hier weer uit de kast gaan halen. Daar zijn we natuurlijk al mee bezig in onze regio om ons daarop voor te bereiden. Samen met de Brainport-organisatie, ook ik vanuit mijn rol met de Eindhoven Engine, proberen na te denken. Wat zou er gebeuren als we over 6 maanden, als we echt in een diepe crisis zitten en we moeten de kenniswerkers weer een plek geven zoals 10 jaar geleden na de bankencrisis. Hè. Toen heb ik 1,5 jaar lang, ik geef altijd het voorbeeld, die 15 mensen van TAF in mijn lab gehad en samen met hun hebben de eerste hybride truck ontwikkeld. En dat was een geweldig mooie tijd om innovatie echt te versnellen en te voorkomen dat kenniswerkers werkloos zouden worden. Dit is een probleem wat over, denk ik, 6 maanden misschien speelt. Ik hoop van niet, maar het zou goed kunnen. Ik denk dat het korte termijn probleem is veel groter voor de ZZP'ers en de mensen in de horeca. En die gewoon echt geen baan hebben. Die geen omzet hebben, die nul omzet hebben. Ja, die houden het gewoon niet lang vol. En daar zitten natuurlijk ook de korte termijn oplossingen vanuit de overheid. En daar ben ik heel blij mee. Maar wat dit in het verschiet gaat hebben, dat weet ik niet. Het is wel interessant om te noemen dat zo'n bedrijf als NXP is natuurlijk bijvoorbeeld gevoelig voor de automotive markt. De verkopen van auto's zijn 55% ingestort in maart. Ja. Want niemand is ermee bezig nu. En je houdt je hand op je knip. Dat komt wel weer bij een keer. Maar als de consument niet blijft uitgeven, niet wil uitgeven, niet gaat uitgeven. Alleen maar bouwmarkten, maar geen auto's. En ja, dan zal dat zijn weerslag krijgen. Een bedrijf als ASML maakt natuurlijk vooral computerchips. Niet alleen maar die door NXP gebruikt worden, maar vooral ook in onze tablets en telefoons. En daar is thuiswerken natuurlijk geeft een enorme boom aan ja. elektronica. Dus die hele elektronische industrie is op dit moment helemaal niet in zwaar weer. Hooguit dat de supply chain lastig is, omdat er op onderdelen leveringsproblemen zouden kunnen zijn. Of dat het vervoer lastig is, omdat het veel duurder is om nu vracht te transporteren, omdat er te weinig passagiers ook nog meegaan om daar een stuk van de kosten mee te delen. Dus daar zitten wel wat aspecten aan. Maar de semiconwereld zie ik voorlopig nog niet in een dip schieten. Niet zwaar in ieder geval. Maar bedrijven als Signify die armaturen verkopen. Ook Philips Healthcare die MRI-systemen wil verkopen. Maar ziekenhuizen zijn daar nu niet mee bezig. Of NXP die aan de automotive industrie leeft. Ja, die hebben een zware periode nu. En niemand weet hoe het natuurlijk over een paar maanden erbij staat. Ja. Afsluitend, als je kijkt naar de rol van de overheid, je had het net over de kenniswerkersregeling, dat is nadrukkelijk ook iets waar een overheid in kan stimuleren en kan duwen. Zijn er andere aspecten waarvan jij nu zegt, ja, daar zou een overheid, even behalve gewoon concrete het in leven houden van bedrijven door geld te geven, bijvoorbeeld ter compensatie van loon. Maar zijn er concrete stappen die een overheid nu bijvoorbeeld richting start-ups of richting innovatie kan pakken om er sterker uit te komen straks? Ja, dus dat hele nieuwe pakket voor die start-up en scale-ups is heel belangrijk. Er wordt vaak gemeten, de NOW-regeling was eigenlijk bedoeld als je omzetverlies hebt, maar als je nog geen omzet hebt, een start-up heeft geen omzet, die investeert, dan moet je andere maatregelen nemen. Ik denk dat goedkope leningen, de rente is toch laag, goedkope risicovolle leningen, ik denk dat dat ontzettend belangrijk is om die te hebben. Ik denk dat durfkapitaal staat nu gewoon on hold. Dus je moet op een andere manier als overheid daar proberen je rol te pakken. Ik heb ook gepleit voor een speciale corona-subsidie. Een corona-innovatiesubsidie voor bedrijven om de mogelijkheid te hebben om op korte termijn vrij snel projectvoorstellen in te dienen om innovatieprojecten te gaan doen. Dat is eigenlijk een instrument wat net even mist als je kijkt naar het totale palet aan instrumenten. En tenslotte, wat ik wel heel, heel belangrijk vind, is 2 maanden geleden hadden we ons allemaal dit niet kunnen voorstellen. We zijn dus als mensheid eigenlijk ontzettend ongelooflijk robuust en flexibel. Desalniettemin zet het ons denken wel even helemaal op zijn kop. Want we hebben gedacht altijd, de markt doet het wel. En wat je één ding nu ziet bewezen, is dat de overheid echt de centrale rol moet pakken in zo'n crisis en ook pakt, ook economisch gezien. En dat leidt er bij mij toe dat ik het woord basisinkomen toch weer graag uit de kast trek. Want ik denk dat deze periode ons laat zien dat het hebben van een basisinkomen, ja, gewoon denk ik de enige echte toekomstige scenario is hoe je sociale zekerheid kan en moet organiseren. Ik vind het zo triest om te zien hoe
hoe mensen in Amerika van de een op de andere maand hun huur niet meer kunnen betalen. Dat is eigenlijk onvoorstelbaar als je kijkt naar ons land. Ja, we zijn gelukkig ontzettend rijk. Wat zeg je? Tientallen miljoenen mensen voor wie dat geldt. Eén op de zes heeft zijn baan verloren. Hè? Eén op de zes. En bij heel veel is er geen sociaal vangnet. Krijg gewoon niks meer. En dat kunnen wij ons hier niet voorstellen. We zijn een ongelooflijk rijk land. Hè, met heel veel pensioengelden. Die staan klaar. Als we dus de verstandige dingen doen, dan kunnen we als maatschappij daar denk ik heel goed uitkomen. En ik vind een basisinkomen, vind ik zoiets, daar moet je nu over beginnen na te denken of we dat niet moeten gaan invoeren. Ja. Nou, een heel mooie conclusie denk ik ook. Die aansluit bij een gevoel dat volgens mij breder leeft als het gaat om de rol van de overheid en de waardering van een misschien wel een meer intervenerende overheid in vergelijking met voorheen. Ja, wel grappig ook dat een VVD-premier daar nu leiding aan moet geven. Ja. En daar ook leiding aan geeft. En dat doet hij heel knap. En dat doet het hele kabinet heel knap. En daar heb ik heel veel waardering voor. En ik denk dat we er een hoop van gaan leren. Ja. Ja. Maarten, ontzettend bedankt voor je tijd. We spreken elkaar vast later nog een keer. Ja. Maar voor nu bedankt. En sterkte in de prachtige omgeving waar je nu in verkeert. Maar hopelijk weer naar een beetje normaler binnen. Precies. Dankjewel, graag gedaan. Ja, goedemiddag. Welkom bij dit eerste les vanuit mij, vanuit het Fonte Center of Expertise Circulaire Transitie. Het gaat over circulaire bedrijventerreinen. Ik heb het als prikkelende ondertitel Oude Wijn en Nieuwe Zakken genoemd. En ik probeer ik hoop ongeveer een half uur jullie wat mee te nemen in wat mij zo inspireert aan het thema circulaire bedrijventerreinen. Ik doe dat al heel lang, dus op de volgende slide laat ik even zien wat ik voor verschillende dingen heb gedaan. Ooit in 96 afgestudeerd op oude bedrijventerreinen in Brabant en Limburg. En sindsdien op allerlei manieren continu bezig geweest met bedrijventerreinen. Vanuit mijn promotieonderzoek, wat over locatiekeuzes ging, met een aantal mensen een soort handboek geschreven. Overgestapt naar gemeente Zaanstad, waar een nota is gemaakt voor 36 type bedrijventerreinen. Nou ja, dat is denk ik een van de meest spannende gebieden waar je wonen en werk ook samen zit komen. Later vanuit Platform 31 ook bezig geweest met allerlei evaluatieonderzoeken over het rijksbeleid. Dat heette toen verzakelijking. Divers wetenschappelijk onderzoek samengebracht. En meer recent ook de eer om juryvoorzitter te zijn van een award voor circulaire werklocaties. Waarin je het voordeel hebt natuurlijk om heel veel voorbij te zien komen. En vanuit Brabant advies ook meegeschreven aan een advies om in Brabant te komen tot meer futureproof werklocaties. Wat breder gaat dan circulariteit, maar wat wel heel duidelijk inzet op een andere manier omgaan met bedrijventerreinen. Dat heb ik ook in een aantal foto's even kort weergegeven. De eerste voor de volgende slide, dat geeft even de twee. Het linker, de planning van bedrijventerreinen was meer een handboek, ook gericht voor het onderwijs. De markt voor bedrijventerreinen is eigenlijk meer een soort state-of-the-art overzicht van wetenschappelijk onderzoek op dat gebied. Met verschillende promotieonderzoeken die zijn samengebracht. En het logootje in het midden is de award die voor het eerst in 2017 uitgereikt. Onder andere Plug-in City in Eindhoven met Bas Luiting. Ook zo'n type voorbeeld van iemand die vol passie bezig is met circulariteit. Dit jaar was dat het Industriepark Kleefse Waard. Daarnaast toch voor mij een aantal inspiratiebeelden heb ik ook opgenomen van waar komt dan die passie uit. Het eerste is denk ik een mooi beeld van Zaanstad met de industrie. Daar staat heel duidelijk op deze slides hoe mooi wil je het hebben. Als je dan naar je werk fietst, en dit zijn de beelden. Hier kun je gewoon zien, dus de industrie, het wonen. Ik denk dat je dat in Nederland, denk ik, als een van de mooiste beelden in Zaanstad ziet. Dus daar kon ik jarenlang ook heel duidelijk op verduurzamingsgebied natuurlijk bezig. Omdat die industrie moet ook stappen zetten, anders gaat die menging steeds moeilijker. En het volgende plaatje laat eigenlijk een belangrijke quote zien
waar ik ook vanuit het lectoraat heel druk mee bezig ben. Brainport is natuurlijk aangewezen als mainport. Dat heeft heel veel discussie gehad. Maar in dat advies stond een heel belangrijk aspect, wat ook voor circulariteit en circulaire werklocaties een rol speelt, is om zich kwaliteit, hè? Dus quality of life, landschapswaarde, vergroening, dat eigenlijk een hardcore economisch thema is. Hè? Dus dat die bedrijventerreinen moeten ook hoogwaardig zijn, daar moet ook hoogwaardige omgeving zijn om kwaliteit te produceren. En eigenlijk is dat, vind ik, een veel belangrijkere boodschap dan alleen maar het discussie over de mainports. Dus ik hoop ook bij alle noodpakketten nu dat bij dat mainportsbeleid hier ook veel meer op wordt ingezet. Hè? Die quality of life moet gewoon omhoog. Goed, dus dat waren wat die mij inspiratie geven om met het thema aan de slag te gaan. Ook alvast ter prikkeling waar ik de komende 20 minuten verder op inga, om jullie wat mee te nemen. In ten eerste toch wel opmerkelijk, ja, en ik kan dat toch wel zeggen sinds 96 dat ik hiermee bezig ben, dat het echt heel gek is dat bedrijventerreinen zo structureel worden verwaarloosd. Zowel figuurlijk als letterlijk. Dat is toch eigenlijk heel gek. En ik zal straks aantonen waarom dat toch gek is. Niet omdat ik het zo'n leuk onderwerp ben, omdat het spannende gebieden zijn, maar dat ze ook best belangrijk zijn. Het tweede, en dat is toch wel een discussie. Natuurlijk moeten we ons terecht zorgen maken over dat sommige dozen niet mooi zijn. Maar soms is een terrein ook gewoon niet mooi. En moet het ook een rafelzone zijn? Moeten er spannende dingen gebeuren? Dat is dan maar zo. Onderschat wordt hoe belangrijk die gebieden zijn. Er moet ook gewoon gewerkt worden, geproduceerd. Zeker, en daar komen we dan straks ook op, als je denkt aan circulariteit. En dat is eigenlijk de derde statement ook. Circulaire bedrijven, ja, iedereen wil het eigenlijk wel. Er zijn heel veel ambities. De kansen zijn groot, de potentie is. Iedereen voelt het ook wel, het combineren van bedrijven met elkaar. En de opgave is nu vooral van, ja, toch maar beleidsproza noem ik het maar, veel ronkende ambitieuze teksten, naar daadwerkelijk resultaten boeken. En dat gaat verder dan alleen zonnecollectoren op platte daken. En dat is een derde belangrijk statement waar ik hopelijk in deze les jullie wat verder over ga informeren. Goed, dan ga ik met het volgende wat voorbeelden te geven. Ik heb gewoon diverse foto's opgenomen waar we het over hebben, hè, bij bedrijventerreinen. Dit zijn redelijk klassiekers. Hè, de platte daken, de dozen. Ja, het is niet heel mooi, maar het functioneert wel vaak heel goed. Hè. Dit is natuurlijk een standaard beeld. Een ander beeld, dat is de volgende slide, is de bekende discussie over de verdozing. En dit wordt groter en groter. Je ziet ze met name natuurlijk in Brabant en Limburg ook ontstaan. Nou, vandaag is er ook weer actualiteit over dat we voorzichtiger maar om moeten gaan met te veel van dit soort logistieke dozen bouwen. En wat je natuurlijk hier ziet, ja, het oog niet bepaald heel duurzaam. Op de daken ligt weinig. Het is niet heel groen. Dit is ook een type waar we het over hebben. Een volgende verschijningsvorm, zie je op de volgende slides, is natuurlijk wat meer, ja, ik vind het ook wel natuurlijk iets hebben. Dus in havengebieden zie je dit meer. Hier voel je natuurlijk ook door reststromen, warmte, afval, kun je het natuurlijk makkelijk combineren. Hè? Dus de klassieke industriegebieden. Ik voorzie zelf dat circulaire bedrijventerreinen ook wel wat opschuiven naar dit soort type gebieden. Omdat je reststromen moet gaan combineren. De volgende slide geeft duidelijk een heel ander beeld. Je denkt hier, hey, dat lijkt wel een kantorenpark. Dit is de Brainport Innovation Campus, eigenlijk een soort Champions League type locatie qua circulariteit. Het zit overal in verwerkt, in het bouwen, de omgeving, het type bedrijven. Dus dit is ook een bedrijventerrein. Dat is weer een heel ander beeld dan de industrie. De volgende geeft weer een totaal ander beeld. Kennen we denk ik ook overal wel, waar de bouwmarkten zitten. Dus dit is ook een type bedrijventerrein. Hier is al wat verkrot. Hier zul je wat aan moeten gaan doen. Een deel verlaten, uitstraling is zo. Deze kom je ook tegen. Een volgende zijn dit soort locaties. Hier denk je van, hey, dat lijkt wat oud. Toevallig is dit de meest circulaire werklocatie van vorig jaar. Kleefse Waard. Je ziet gelukkig al wel de industrieel erfgoed tinten. Van oude bedrijfshallen die heel mooi kunnen worden hebbenut. Hier zie je dat een oud industriegebied helemaal totaal is omgekat
totaal ja, gestuurd op het vestigen van type bedrijven die elkaar kunnen aanvullen. Dus dit soort locaties zie je ook. En hierna zal ik even kort ook vertellen van bedrijventerreinen, waar hebben we dat nou over? Het eerste is natuurlijk de definitie dat ontstond ooit in het begin vorige eeuw, toen de woningwet voor het eerst ook werd vastgesteld. Heel letterlijk een bedrijventerrein, ja heel logisch, geschikt voor handel, nijverheid, commercieel, niet-commerciële dienstverlening en industrie. Dat klinkt heel logisch. Later, eind jaren 90 vorige eeuw, kwam de term duurzaam bedrijventerrein in opkomst. Het was toen in allerlei nota's verschenen er, met allerlei programma's. Dan zie je het al, hè, samenwerking op terreinen. Interessant, het gaat om het bedrijfseconomisch resultaat. Minder milieubelasting, efficiënter ruimtegebruik. Dus ook de aanpak van leegstand, et cetera, hoort ook bij die verduurzaming. En nu, anno nu, dus de volgende slide geeft meer rondom circulariteit de definitie aan. Dat is een gebied waarbij het veel meer gaat om die reststromen. Je ziet een groep van bedrijven die gaan elkaars water, warmte benutten. Ook voor andere bedrijven op zich heel logisch. De ene die veel koeling gebruikt, de ander veel warmte. En het idee is natuurlijk, die grondstoffen, dat zien we natuurlijk steeds meer aankomen, worden steeds duurder. Dus als we die slim hergebruiken, reststromen gebruiken, kun je weer besparen. Op afvalverwerking, collectieve inkoop. En qua definitie zie je het dan, bedrijventerreinen worden efficiënter. Zowel technisch als ruimtelijk. Economischer. Het moet natuurlijk ook gaan om, voor bedrijven moet daar ook rendement te halen zijn. En natuurlijk duurzamer. Je ziet nog steeds dat het best wel breed is. Dat je denkt, maar aan de andere kant, bij de inspiratiebeelden zag je al hoe breed het type bedrijventerrein wat in Nederland voorkomt, hoe de verschijningsvormen eruit zien. De volgende is even de actualiteit, waar je nu ziet waar het debat vooral over gaat. Logisch deels, verdozing, landschapspijn. Maar zoals je hebt gezien, die logistieke doos is maar een fractie van alle bedrijventerreinen. En nu, en het is nog wel onduidelijk hoe dat natuurlijk in deze crisis zich straks ontwikkelt, de woningnood zal flink blijven, maar misschien iets afvlakken, zie je vooral dat bedrijventerreinen als interessant worden gezien voor het oplossen van die woningnood. Wat natuurlijk wel een beetje gek is, en dat zal ik straks ook wel aangeven, omdat die bedrijventerreinen ook echt ertoe doen. En nog maar wat vreemd is, dat er gewoon weinig aandacht eigenlijk voor is, voor die bestaande terreinen. Terwijl er gewoon heel veel zijn. Dus eigenlijk bijna geen geld meer, een paar uitzonderingen daar gelaten. In Noord-Holland is er een klein potje. Dus de overheid heeft zich eigenlijk helemaal teruggetrokken. Privaat is het lastig. Eigenlijk kun je het alleen rendement halen als je wat met woningbouw kan spelen of met wat winkels. Heel belangrijk is de enorme potentie voor het klimaatakkoord. Dus dat is meteen weer een hele mooie link naar die circulariteit. En om alvast even een voorproef te geven, 30% van de banen en een groot deel van die bedrijven zit op die bedrijventerreinen die jullie net hebben gezien. En dan is het eigenlijk wel gek dat je denkt, hé, dat is toch best wel een belangrijk deel van de economie, zo weinig aandacht. Dat is toch wel wat vreemd. Goed, het volgende is natuurlijk dat klimaatakkoord. Dit is wel natuurlijk de reden dat je met alleen maar verduurzaming is niet genoeg. Je zult echt stappen moeten gaan zetten. En vreemd is ook in nationale uitspraken dat eigenlijk bedrijventerreinen een beetje vergeten zijn. We hebben het wel over de woonwijken, het aardgasvrije wijken, et cetera. Maar bedrijventerrein is, eigenlijk vind ik dat toch illustratief, is wat vergeten. Dus dat is wel de context, dit plaatje natuurlijk. En daar moeten we ons aan gaan houden. Even een heel simpel overzicht. Ja, circulaire economie zijn natuurlijk allerlei beelden van. Ik vind nog steeds, ja, hands-on. Je probeert stromen in een gebied te houden eigenlijk. Dus nu zie je gewoon dat een groot deel, we kopen dat, het wordt gemaakt en daarna komt het ergens op de vuilnisbelt. Bijvoorbeeld in de kledingsector zie je dat als heel ernstig. 70-80% belandt ergens, wordt gewoon weggegooid. Bij circulariteit probeer je gewoon veel meer na te denken. Kun je elkaars producten gebruiken? Ik las net een heel mooi voorbeeld van hoe Campina dat doet. Die gebruikt de reststoffen van melk ook weer voor verpakkingen, voor andere producten. Zo probeer je dus, DSM is ook zo'n voorbeeld, die proberen allerlei restmateriaal weer nieuw waarde te geven. Nou, dat is eigenlijk het hele simpele gedachte achter die circulaire economie. Dat je continu die producten weer hergebruikt, anders gebruikt, binnen een gebied. En dan voel je meteen ook, binnen een gebied, dat betekent dus dat daar ook echte industrie zit. De volgende geeft duidelijk een beeld, nog even van waarom die bedrijventerreinen zo belangrijk waren. Ik had al gezegd 30% van de banen,
En een hele belangrijke door, heeft TNO aangetoond, 250 terreinen te verduurzamen, kun je een enorme reductie geven in allerlei klimaatdoelstellingen. En in dit geval CO2-reductie gebouwde omgeving. Dus gewoon 2/3 kun je realiseren door die terreinen aan te pakken. Dat is één. Het tweede, waarom het heel belangrijk is, staat op de volgende slide opgesomd. Het is dus niet alleen blokkendozen. 30% is verouderd, daar zul je wat aan moeten doen. Het is jammer dat de focus vooral ligt op die zonnecollectoren, windmolens. En ja, je ziet dan toch, zeker voor de politiek, het is een weinig sexy onderwerp. Men denkt er niet zoveel te mee kunnen scoren. Terwijl je eigenlijk denkt, ja, wat is er eigenlijk mis met de basis op orde brengen? Dus dat is een heel belangrijk topic. En dit is een mooie quote ook, om nog even weer te geven waar we het eigenlijk over hebben. Een mooie quote uit de nota bedrijventuinen van Eindhoven. En daar zie je het ook, dat een deel van die brainport-economie gebaseerd is op ja, die 16 bedrijventerreinen. Dus je denkt, nou, daar zou dat toch eigenlijk veel meer aandacht voor moeten zijn. Zou je daar meer aan moeten doen? Goed, dan als je kijkt naar wat er al bekend is. Dat zie je in dit volgende slides mooi overzichtelijk weergegeven. Eind jaren 90 allerlei rapporten. En ons collectief geheugen is dan, laat ons dan toch soms in de steek. Dat je nu ziet, alles wat daarin staat is eigenlijk nog zeer actueel. Dus ik noem het ook maar voor een deel. Is wat er nu gebeurt ook wel oude wijn en nieuwe zakken. Maar er zijn toch wel een paar andere veranderingen gaande. En dat zal ik hierna even laten zien. Dus bij al die rapporten, Mooi Nederland was een programma gericht op de uitstraling, de verzakelijking. Ging het met name over de samenwerking tussen bedrijven. Er was duidelijk, ja, we moeten iets aan die herstructurering doen. Anders nemen de kosten lopen gierend uit de klauwen. En er stond al, toen al genoemd, we kunnen een enorme klimaatbijdrage realiseren. De volgende geeft dat ook aan. Hebben we gezegd, van ja, wat moet er dan gebeuren? Hè? Van al die woorden, al die rapporten, moeten er daden komen? Ik heb even 3 stappen genoemd. Ik heb dat bewust 0 genoemd. Eerst de basis op orde. Je zult een vorm van parkmanagement, samenwerking moeten hebben. Ik heb wat inspiratie opgenomen. Dan wat voorbeelden van die materiaalstromen. Hè? Hoe kun je alvast wat laten zien dat hier gewoon heel veel te halen is. En uiteindelijk de ruimtelijke effecten die het allemaal heeft. Eerst even over parkmanagement. Dure term voor eigenlijk dat je denkt, ja, heel basic, beheer en onderhoud goed, bewegwijzering, beveiliging, gezamenlijke inkoop. Als dit gewoon niet klopt, en dat laat, ja, ik vind het toch het beste typering is deze ja, vlag die op een modderschuit staat. Dan kun je het over circulariteit hebben. Maar als die basis niet klopt, wordt het hem gewoon niet. Je zult enig ecosysteem moeten hebben. Er moet samenwerking zijn tussen die bedrijven, anders wordt het hem gewoon niet. Dus dit is eigenlijk stap 0. Hier zul je via ondernemersfondsen stappen in moeten zetten. Het tweede is natuurlijk inspiratie. Die is er gelukkig heel veel. De bekendste is Kalundborg. Was eigenlijk eind jaren 90 vorige eeuw al genoemd. Term als industriële symbiose. Nou, ik heb gewoon wat voorbeelden opgenoemd van bedrijven of complexen die al heel veel doen. DSM, Pernis, Campina, nou goed, het lijstje doorlopen. Het spannendste is eigenlijk, zijn de lastige, gewone gemengd standaard terreinen, zoals Waardepolder, Boekelemeer, versnipperd eigendom, waar men toch stappen probeert te zetten. Vaak zie je ook dat men iets probeert te doen met die afvalbetoncentrales, ambachtcentra, milieustraten, puinbrekers. Je voelt daar gaan veel producten en grondstoffen rond. Andere inspiratie. Meer op regionaal niveau zie je dat men in Friesland, regio Arnhem-Nijmegen, al erg druk bezig is. Schiphol Area Development Corporation zet hele hoge eisen. Je hebt een stichting BE Bedrijventuin Plus, die ook probeert te werken aan die verduurzaming. En wat losse voorbeelden zoals Upcycle in Almere. Dit zijn allemaal voorbeelden, die worden wel vaak genoemd. Helaas zie je nog niet zoveel tempoversnelling naast deze voorbeelden komen. Maar je kan hier natuurlijk wel heel veel van leren, omdat hier ook voor bedrijven goede voorbeelden uit voortkomen. Hierna, na die inspiratie, is ook duidelijk laten zien dat kan er dus heel verschillend uitzien. Onder zie je natuurlijk weer wat bestuurders misschien interessant te vinden, hè, wat wenkende perspectieven. Ook vanuit bijvoorbeeld een Brainport Innovation Campus, et cetera. Maar daarboven hoort er ook bij. Dat zijn gewoon handen uit de mouwen, afvalstromen combineren of meer industrie. Dus er zijn allerlei verschijningsvormen. Linksonder natuurlijk helemaal met verglazing, zonnecollectoren. Er zijn hele diversiteit aan uitgangspunten. Dus dit zijn allemaal inspiratievoorbeelden.
Als je dan kijkt wat er internationaal ook bekend is, waar gaat het meestal om? Ik denk niet een verrassing. Het is gewoon redelijk divers. Het is niet dat je zegt het is maar één ding. Tuurlijk rondom energie, afvalmanagement, water, materiaalstroom, dat is wel de belangrijkste. Natuurlijk ook voor mobiliteit, wat voor stromen gaan er in zo'n gebied. En natuurlijk ook een mooie, kun je ook de luchtkwaliteit, luchtvervuiling tegengaan door het opvangen, het anders toepassen. Dus dit zijn voorbeelden en dat gaan we straks in Nederland ook wat meer bekijken. Wat voor rendementen kun je halen om hier op een andere manier mee om te gaan? Daar gaat natuurlijk de nadruk op. Als laatste, na die stromen, krijg je dit soort wat, zijn misschien wat plastische overzichten, maar het geeft wel aan, door slimme stromen te maken, je brengt het in kaart, kun je rendement halen. Voor mij ook als geograaf is natuurlijk belangrijk, wat betekent dit ruimtelijk dan? En dat is eigenlijk de derde stap, die op de volgende slide ook staat, is natuurlijk de milieuruimte. Ik heb gewoon even een hele snelle oefening gedaan van, als je kijkt naar de basisprincipe van circulariteit, zie je gewoon, daarna maar eens even rustig terugkijken. Als je dan kijkt over waardebehoud, demontabel, minder uitstoot, hergebruik, wat je op deze eerste slide ziet, zie je vooral dat er eigenlijk meer milieuruimte moet zijn. Op de volgende zie je eigenlijk ook heel veel aspecten die ook leiden tot meer milieuruimte. Het moet afbreekbaar zijn, eigendom verandert, de kwaliteit is extreem belangrijk. Dus die terreinen moeten goed zijn. Meervoudige waardecreatie. Dus je ziet eigenlijk, er moet gewoon wat ruimte zijn voor dit soort gebieden. Als je die circulaire principes toepast, die we toch eigenlijk heel graag willen. Dus hier denk je, nou, heel logisch verhaal. Dan kijk je even naar de actualiteit. Dat staat op de volgende. Is natuurlijk ook, de trend is dat alles moet worden gemengd. Je denkt, dat botst wel een beetje misschien met dit soort principes, wat toch op meer industriegebieden zijn. De neiging toch is op de creatieve sector en campussen ons te richten. Terwijl hier eigenlijk de maakindustrie wordt gemaakt. We zien ook wel heel veel soort NIMBY gedrag, het heet not in my backyard. Wie wil nou een afvalcentrale of betoncentrale? Terwijl dat wel cruciaal is. En als regio zie je dan vaak, wie wil zo'n functie? Terwijl juist voor die circulaire economie het cruciaal is. En onderschat wordt dat vaak in dit soort sectoren levert het meerdere banen op elders. Dus zo'n puinbreker levert misschien maar 10 banen op, maar misschien wel in de keten tot tientallen. Dus dat is in ieder geval een heel belangrijk dilemma om duidelijk te maken. Op de slide hierna staat, als je dat dan wat verder concreet maakt, zie je toch dat heel veel regio's en gemeentes hebben ambities. Dat botst ook wel met die woningbouwtargets. Omdat je denkt, je wil niet naast een plek wonen waar heel veel lawaai wordt gemaakt, waar spullen worden opgeslagen. In Amsterdam komt dat met name in het havengebied heel duidelijk naar voren. Dus daar moet je heel voorzichtig mee zijn, wil je als stad ook je circulaire ambities waarmaken. Gek is dan dat er inderdaad gewoon geen euro beschikbaar is, zowel voor het opknappen als voor het beheer. Dus daar zul je toch als stad iets aan moeten doen. Juist ook omdat dit natuurlijk enorme klimaatrendement heeft. En dat de samenwerking is gewoon onder de maat. Dus daar zul je dus heel snel stappen in moeten zetten. En dus dit zijn belangrijke dilemma's waar lokaal fors mee aan de slag moet worden gegaan. En als laatste heb ik even wat inspiratietips opgenomen. Deze video's, bekijk ze maar eens even rustig van twee voorbeelden. Daar zie je wel heel duidelijk dat het wat simpel wordt gemaakt, vooral op zonnecollectoren energie. En als laatste heb ik wat bronnen. Natuurlijk eerst altijd van jezelf, een stukje wc in het reclame. Wat je echt moet lezen. Dus wat prikkelende stellingen heb ik opgenomen voor further reading. Dus dat is de eerste slide hierna. Met wat artikelen die ik heb geschreven over die oprukkende woningbouw. Hoe je omgaat met verzakelijking, die samenwerking. Hoe die markt van bedrijventerreinen eruit ziet. Natuurlijk toch even die Taskforce Nordanus eind vorige eeuw. Die toch wat dingen heeft gesignaleerd die nu dreigen weer fout te gaan. En als laatste wat mooie voorbeelden van initiatieven, bureaus, partijen in het land die rondom circulariteit echt stappen aan het zetten zijn. TNO heeft dit geagendeerd. SADC vanuit Schiphol, dat je ziet van circulaire eisen stellen is gewoon goed voor je vestigingsklimaat. Een aantal adviesbureaus die bezig zijn, een SKBN die met een traject bezig is. Dus daarmee krijg je al wat snel wat feeling dat dit niet zomaar een niche is, maar gewoon een heel belangrijk aspect wanneer je wil werken aan klimaatakkoord. Het is goed voor je economie. Alleen je zult dus wel wat moeten gaan investeren. Want voor een dubbeltje op de eerste rij kom je niet te zitten. Ik hoop hiermee in een korte tijd een wat overzicht te geven wat mij drijft met het thema. En dat
dit echt wel een topic is om mee aan de slag te gaan. En nou, ik ben benieuwd naar de reactie ook van mensen die dit hebben bekeken en vragen die worden gesteld. Hartstikke bedankt en op naar de volgende lezing die volgende week wordt gehouden vanuit ons Center of Expertise. En op de laatste slide staat ook even aangegeven hoe je ons expertisecentrum kan vinden. Dus hou je niet in voor vragen, benader ons. Heb je studenten nodig, heb je leuke onderzoeksideeën, via deze site kun je ons benaderen. Dank. Ja, leuk dat je nog steeds kijkt naar JOTV. Als je vragen hebt over het college dat net is gehouden, dan stel ze vooral. Dan zullen we ze proberen te beantwoorden. We hebben nog een IO-show voor je in petto, gevolgd door een topnames. Dus nog genoeg te bekijken. Ik zou zeggen, nog veel plezier. Welkom bij de IO-show allemaal. Leuk dat jullie hier kijken of luisteren. En we hebben weer mooie nieuwtjes voor jullie. En een interview met Jean-Paul Linnaerts over fijnstof en de verspreiding van corona. En het proces van een journalistiek proces. En, kijk je in de keuken. Kunt u wel zeggen, ja. Ja. Of zal ik zeggen, een hoofdredactionele blunder. Nou, dat zou ik daar ook weer niet willen zeggen, maar het zijn uw woorden, meneer Van Beveren. Okay. Het valt wel mee, maar allereerst, inderdaad, de lezersvraag. Vorige week hebben we gevraagd van stuur jullie vragen op, waar moeten we het over hebben? Hebben jullie opmerkingen of wat dan ook? En Win? Nou, dat zal je het hebben hoor, met onze hooggestudeerde lezers. Want we kregen een vraag van Appie. Appie, stuur nog eventjes jouw huisadres op, want er komt een mok naar je toe. We hebben het antwoord nog niet, want de vraag was dermate gecompliceerd dat ik hem bij inmiddels vier van onze verslaggevers heb neergelegd. En ik ben benieuwd wie er het eerste met een reactie komt. Maar Frans... Welk land wint er? Dat is de vraag. Ja, Duitsland, Spanje, België of Nederland, geloof ik. Oké. Okay. Ik zal de vraag nog even voorlezen. Wordt er al ergens, bijvoorbeeld door een start-up, systematisch onderzoek gedaan naar het genetische profiel van degenen die wel in middelmatige of ernstige mate worden getroffen door het coronavirus? En wordt dat weer vergeleken met bijvoorbeeld degenen die wel positief testen, maar snel herstellen? Nou. Appie, die zegt, die analysekennis kan weer inspiratie brengen op weg naar methodieken van een betere behandeling. Kijk, nou, ik ben benieuwd waar Appie in werkzaam is. Of dat het een van de 17 miljoen hobby-virologen is. Of dat het gewoon iemand is die ook met verstand van zaken schrijft. Maar we hebben in elk geval dit is onze vraag van de week. En als je je adres eventjes opstuurt, dan komt een mok naar je toe. Ja, en voor ieder ander die ook zo'n hele mooie mok wil winnen. Laten we dit gewoon wekelijks doen. Vraag van de week. Dus stuur een leuke vraag in. Of een onderwerp waarvan jullie vinden, hier moeten we het over hebben. Wij pikken de beste eruit en die maakt kans op zo'n geweldige mok. Moet en het e-mailadres is? Nog hebben. De IO-show@innovationorigins.com. Ja, en of we erbij kunnen vooral, want ons kantoor zit op slot natuurlijk. Ja, maar ze liggen allemaal op mijn zolder, joh. Ah, oké. Okay. Goed zo. Gelukkig maar. Hey, maar innovatie in de zorg. Zullen we het daar weer eens over hebben? Ja, heel goed en ook heel belangrijk, want zoals we al vaker hebben gesteld, is een crisis vaak aanleiding tot belangrijke innovaties. We hebben daar een aantal afleveringen geleden, toen de wereld nog in orde leek, hebben we daar een soort van discussie over gehad. Maar wat ik wel leuk vind, is het verhaal van Linda Bak dat vandaag is verschenen, dat de zorg echt sneller innoveert dankzij corona. En Linda die schrijft over een project van de Technische Universiteit Eindhoven, Brainport Development, Keen Innovatiemeesters en de GGZ Eindhoven, die al 4 jaar geleden samen subsidie kregen om een proeftuin voor zorginnovaties op te zetten, Health Tech Yard. Dat leek een project te zijn waar dat nogal voor de lange baan was, laten we het zo maar zeggen.
Dat inmiddels hele relevante innovaties lijkt te hebben voortgebracht. En die liggen vooral op het gebied van de digitale zorg. Iets waarvan toch een paar jaar geleden, of zelfs een paar maanden geleden, nog heel argwanend naar werd gekeken. Maar wat nu echt een grote vlucht lijkt te nemen. Ja, ja, een van die projecten bijvoorbeeld is de Wellshop. Dat is een soort van webwinkel voor mensen met mentale gezondheidsklachten. En je kan daar bijvoorbeeld kijken wat voor hulp er allemaal aangeboden wordt. Heb je verwijzingen van een huisarts bijvoorbeeld nodig daarvoor? Of wat kan je zelf doen om met je klachten aan de gang te gaan? Een soort van digitaal loket eigenlijk. Voor mensen die hun vragen beantwoord willen krijgen. En wat je nu ziet in deze crisis is, omdat die lang genoeg duurt... is de enige manier, of een van de beste manieren om gewoon digitaal aan de slag te gaan. En op het internet en online je antwoorden proberen te krijgen. Ja, maar nou begreep ik dat jij vanmiddag naar de tandarts moet. Heb jij ook je tandarts dan met je smartphone laten zien wat het probleem is? Of is dat, was dit een reguliere controle? Nee, ik moet foto's laten nemen. Dus, dat kan niet zo. Nee, ik heb geen X-ray smartphone, helaas. Ja, dat is wel een beetje suf, toch? Ja. Want die innovatie moeten ze daar misschien nog eens eventjes aan gaan werken. Maar ik begreep wel het echt grote probleem, dat ze die wel met je smartphone kunt laten zien aan je tandarts. En ja. dat hij dan ook van een afstand kan beoordelen van, dit is echt wel een reden om nu naar de praktijk te komen. Dit kan nog wel even wachten. Ja. Ja, zo zijn er meer voorbeelden. Bijvoorbeeld voor je huid zijn er ook heel veel aantal smartphone-apps die je huid analyseren. Of, ook onlangs over geschreven, een van die apps. Ja, dus innovatie genoeg in elk geval in de digitale zorg. En dat gaat met een sneltreinvaart. Wat een mooi bruggetje. Heerlijk. Want ons volgende onderwerp is de Hyperloop. Daar is die weer. Ja, daar is die weer. Nou, hij komt in 2025 misschien al. Geloof je het zelf? Nee. Maar wel altijd leuk om te lezen, toch? Dat is wel studie... leuk om de ambitie te lezen. Ja, studie van de provincie Noord-Holland. Waaruit zou blijken dat in elk geval in 2040 er al een flink netwerk zou moeten zijn van in elk geval Amsterdam naar Leiden. Was dat niet ooit de eerste spoorlijn? Nee. Was de... Amsterdam-Leiden? Het was ooit Amsterdam-Haarlem volgens mij. Maar er zou eerst een soort hyperloop komen van Amsterdam naar Leiden en Den Haag. En de tweede van Amsterdam naar Rotterdam, Brussel en Parijs. Nou, lijkt me al iets logisch. En de derde van Amsterdam, Utrecht, Eindhoven, Düsseldorf en Frankfurt. Nou, volgens mij een hele zinvolle nieuwe manier van vervoer. Alleen, waar gaat hij vliegen of zweven? Gaat hij ondergronds? Gaat hij boven de grond? Het is allemaal nog maar eventjes de vraag. Maar Hard Hyperloop, een van de voorlopers als het gaat om Hyperloop projecten, een bedrijfje uit Delft, van nog niet eens afgestudeerde ingenieurs, maar die zich echt op deze nieuwe manier van vervoer richten, die geloven dat dit mogelijk is. En ik vind dat wel een prachtig idee. Ja. Om met 700 kilometer per uur straks van stad naar stad te zoeven. Ja. Ja, die snelheid valt me nog eigenlijk een beetje tegen. Oh, ja. Maar, het eerste wat bij Hyperloop, zeg maar, naar boven kwam, was snelheden die rond de 1000 kilometer per uur zouden zijn. Ja. Maar je hebt hier natuurlijk, als je vanaf Amsterdam, Almere, Lelystad, Zwolle en Groningen, dan stop je voor mijn gevoel elke 10 minuten bijvoorbeeld. Ja. Dus dat zorgt wel voor een lagere gemiddelde snelheid in elk geval. Ja, maar bijvoorbeeld van Amsterdam naar Parijs zou 2 tot 3 keer zo snel moeten gaan. Nou, dat lijkt me heerlijk. Ja. Zou een Hyperloop ook een voordeel bieden, bijvoorbeeld ten opzichte van de trein, omdat je in kleinere compartimenten kan werken en dus minder groot risico loopt om het virus over te dragen? Of zou dat daar helemaal geen voordeel in bieden? Nou, ik hoop dat we in 2040 wel wat andere... vaccins of middelen hebben om dat soort dingen tegen te gaan. Ja. Je hebt natuurlijk kleine pods, zo worden ze genoemd. Ja. Sommige modellen voor 8 personen bijvoorbeeld. Je kan het zo gek bedenken als je wil eigenlijk. De social distancing wordt dan op die manier wel komt wel wat dichterbij. Ja. Ik zou ook een VIP-pod bijvoorbeeld voor 4 mensen met dikke massagestoelen erin. Heerlijk. Kan niet wachten, maar daar kan je dan maar niet zo lang van genieten. Nee, een derde klas pot waar je allemaal staat vanaf Amsterdam naar Parijs. Ja.
kan zo gek niet bedenken, maar dat wordt allemaal mogelijk in principe. Nou, ik ben benieuwd. Maar jij denkt dat hij niet komt tussen? Dat zeg ik niet. De bedoeling is dat er in 2025 goederen worden vervoerd en vanaf 2028 personen. Oké. Nou, ik ben heel benieuwd. Want we gaan in Groningen een testlocatie bouwen. En ja, weet je, voor mij, wat mij betreft, kan het niet zo snel mogelijk komen. En liever nu dan morgen, maar... En wat voor Bart al helemaal, hoewel die reistijd in Groningen altijd wel heel nee, dat is juist vindt, goed, he? Want dan werkt hij. Ja, ja. Ja. Goed excuus om lang in de trein te zitten, inderdaad. Ja. Maar ik ben benieuwd wanneer we gewoon naar Lissabon met de Hyperloop kunnen en daar in een paar uurtjes zijn in plaats van met de vliegtuig te hoeven. Nou, ik zou überhaupt gewoon op dit moment alweer een normale reis naar, niet eens naar Lissabon, maar naar net over de grens zou ik leuk vinden. Of naar Brussel of naar Parijs. Ja, maar, ik heb wel zin eigenlijk om gewoon 16 uur in de auto te zitten naar Florence. Maar ja, precies. Heerlijk. Ja. Goed, dat hoort er maar. We hebben geen Hyperloop voor nodig. Nee. Hey, dat was het alweer voor deze week, denk ik. Want we gaan nu Jean-Paul Linnaert spreken. Ja, en jij kan niet wachten tot je mij door het stof ziet gaan. Heerlijk. Maar oké. Kom er maar in. Ja. Vandaag onze speciale gast, iemand die ik echt een enorme, dikke verontschuldiging schuldig ben. Jean-Paul Linnaert. Jean-Paul, ik heb een hele mooie tip van jou. Ik denk een week of 2, 3 geleden heb ik volstrekt uit mijn poten laten vallen. Jij weet waarschijnlijk al waar het over gaat. Maar nogmaals, Frans hoort dat graag. Mijn nederige excuses daarvoor. Kun jij nog uitleggen waar het over gaat, Jean-Paul? Nou, misschien vind ik het dan toch ook leuk dat we het interview wel uitgezonden hebben op Radio for Brainpot en dat jullie het niet meteen oppakten. En er is denk ik toen een afweging gemaakt van, hey, hoe betrouwbaar is dit verhaal? Wat gebeurde er? Ik kwam een artikel tegen via LinkedIn, getipt van MIT, gerespecteerde onderzoeksinstelling. En daaruit bleek dat 1,5 meter veel te weinig is als social distancing afstand. Er bleek in het onderzoek dat die 1,5 meter gebaseerd is op onderzoek uit de jaren 1930 over de verspreiding van tuberculose. En daarvan weten we dat zich vastzet in relatief zware waterdruppels en die vallen gewoon naar beneden. Het coronavirus kan in veel kleinere waterdruppeltjes zitten en kan zich daardoor via die kleine waterdruppeltjes met de wind in airconditioning systemen veel langer in stand houden. En MIT trok echt aan de bel van, is dit moeten we niet heel rigoureus anders omgaan met die 1,5 meter? Ja. Mij was dat het moment dat ik contact opnam met iemand waarvan ik dacht dat die heel veel weet over de verspreiding, over de luchtstromen, de aerodynamica, en die daar normaal rond wielrennen veel over vertelt, maar die ook hier vanuit deze context iets over kon zeggen, Bert Blok. En daar had ik een heel interessant interview mee. En ik dacht, Jean-Paul Linnaert, top-expert op het gebied van wifi en lifi. Ik dacht, Bert Blokken, de expert op het gebied van wielrennen, van luchtstromen. Hele gerespecteerde wetenschappers, maar geen virologen. Dus laat ik het nog maar 2, 3 en 4 keer bekijken. En uiteindelijk is het blijven liggen. En dan zie je wat er voor komt. De vraag was dus toen, kunnen dat soort luchtdeeltjes zich veel verder verspreiden dan wij tot nu toe denken? En daar ken ik Bert Blok als iemand die heel integer het verhaal vanuit de aerodynamica vertelt, maar daar ook allerlei disclaimers bij zegt van ja, de luchtdeeltjes, de druppeltjes kunnen zich, de aerosols kunnen zich over grote afstand verspreiden, maar dat wil nog niet zeggen dat je daarmee ook geïnfecteerd raakt. En hij legde ook het verband met fijnstof. En daar hebben we dus inderdaad recentelijk een hele hoop nieuws gezien, dat er duidelijk correlatie is tussen de gebieden waar veel fijnstof is, niet alleen met de Q-code, ook nu met de verspreiding van het corona. En dus de verspreiding van dat virus. Nou, 2 dagen nadat wij dat interview uitzonden, kwam Omroep Brabant met het verhaal dat het aantal coronagevallen typisch erg hoog is in gebieden waarbij die fijnstof hoog is. En datzelfde bericht is dus nu bevestigd. Vandaar dat ik aan Bert Blokke vroeg van wat kan nu die relatie zijn? Is dat omdat fijnstof het virus meedraagt, dat het zich vastzet op die fijnstofdeeltjes, of is het dat onze longen verzwakt worden vanwege die fijnstof? En hij gaf eigenlijk aan, wellicht allebei,
maar was dat daar niet helemaal zeker over. Ja. Dat fragment laten we nu even horen. Ja. And you mentioned particulate matter and the relation potentially to particulate matter. Was that because particulate matter can carry the disease, or that air pollution could make us more vulnerable, more sensitive, and basically affect our ability to be immune or be protected against infections? Yeah, well, what they argue in this very short position paper, the Italian colleagues, is that it was actually acting as a carrier. And they have linked the PM10, so the particulate matter, the larger fraction, these concentrations, to the number of hospital, of people actually ending up in the hospital, of course, with a certain time delay. And actually, they find a correlation. But then on the other hand, there's also other examples in my former home province, Limburg in Belgium. There's a hotspot in Alke, which is in a small city of 10,000 inhabitants. And there you don't they didn't have these very high particulate matter concentrations, but they had in February quite some large parties where a large fraction of the young population contributed to celebrations. So that, I think, supports the fact that it's probably a combination of reasons that can lead to a certain area becoming a hotspot. Bert Blokker zei het eigenlijk al in de, bij jou in de uitzending. Dus denk jij nou echt dat die, wat we deze week ook hebben gezien, dat die verspreiding in Zuidoost-Brabant en Limburg, dat die te maken zou kunnen hebben met, één, met fijnstof, en niet met carnaval dus, en twee, misschien toch ook met die verspreiding via de lucht. Want daar is ook nog echt, volgens mij is daar nog onvoldoende duidelijkheid over. Ja, en dan vraag je het aan mij die inderdaad nog minder verstand heeft van virologie en verspreidingen van virussen. Wat ik verbazingwekkend vond is dat wij dus op Radio for Brainpot dit interview met Bert Blokker uitzenden. En dat Omroep Brabant daarna de link legde dat Uden zwaar getroffen is. En dat ook al was bij de Q-koorts rond de geitenproblematiek. En de vraag was, is dat toevallig of heeft dat te maken met fijnstof? Zoals ik het nu bekijk, de berichten lees, is daar eigenlijk niet het laatste woord over gezegd. Wat natuurlijk altijd een hele lastige is, er is wel een correlatie vastgesteld. En voor zover ik zie, passen die kaarten van luchtverontreiniging en verspreiding behoorlijk goed op elkaar. Maar de belangrijkste vraag is natuurlijk, is er ook een oorzakelijk verband? Veroorzaakt het een het ander? Wat ik in dat interview aan Bert Blokker al ook vroeg is, als dat verband er is, is dat dan omdat fijnstof de weerstand van onze longen aantast en ons daardoor kwetsbaarder maakt? Of zit dat virus gewoon geplakt op die fijnstofdeeltjes? En hij gaf toch een beetje aan dat eigenlijk alle twee plausibel zou kunnen zijn. Van de andere kant gaf hij ook al meteen de disclaimer aan van, nou, als het zich echt grootschalig verspreidt, dan waren er veel meer mensen geïnfecteerd dan op dit ogenblik. Dus kennelijk toch wel reden om die 1,5 meter als een soort richtlijn te hanteren. Wat je natuurlijk wel altijd ziet bij dit soort dingen is, het is allemaal kansrekening. Hè? De kans wordt iets groter en het is niet onmogelijk. En een overheid zal op basis daarvan beleid moeten maken, zal dus een keuze moeten maken over wat nou echt de richtlijnen zijn. En wat dat betreft ben ik heel blij dat we niet een overheid hebben die de duidelijkheid wil scheppen, want die duidelijkheid hebben ze zelfs niet. Maar ze zullen ergens een grens moeten stellen en dat is wat ik nu zie gebeuren. En dan is het denk ik des wetenschaps om daar inderdaad wel wat vragen bij te stellen van, is dit het nou precies, moeten we niet toch voorzichtiger zijn en daar inderdaad ook onderzoek naar gaan doen. Ja, want er is nog verder onderzoek nodig, begreep ik, om duidelijk te krijgen in hoeverre zorgt fijnstof er op wat voor manier voor dat het virus erger om zich heen kan grijpen. Ja. Nu is naar die 1,5 meter die we allemaal aanhouden, dat zijn ook getallen, daar is niet langdurig onderzoek nog naar gedaan en dat staat als een huis. Dus daar houden we ons allemaal aan. Ja. Zou jij dan zeggen, dan moeten we nu ook zorgen dat het fijnstof naar beneden gaat op basis van de kennis die we nu hebben? Of is dat te ingrijpend?
Nou, ik denk dat iets aan het leefklimaat doen. En zoals je nu leest, moeten we de coronacrisis niet ook aangrijpen om meteen ook er beter uit te komen en de planeet verder redden, dat we niet alsnog een probleem hebben over een aantal jaar, lijkt me niet een verkeerde. Omdat dit juist het moment is dat je heel erg ingrijpende dingen kunt doen. Ik denk dat toch, op een gegeven moment zul je wat moeten. En zul je ook moeten voorkomen dat er niet veel meer doden vallen doordat we de rest van het medische circuit plat leggen. En dan is die 1,5 meter denk ik een hele redelijke. Beter begrijpen onder wat voor omstandigheden fijnstof of bijvoorbeeld hele vochtige lucht met andere luchtdruppeltjes. Ik denk dat dat nooit kwaad kan. Wat dat betreft had ik met Bert ook een hele discussie over. Hij heeft op een gegeven moment onderzoek gepubliceerd. Als je rent en als je fietst en zo, dan is die 1,5 meter die klopt niet. Hij kreeg heel veel commentaar van andere wetenschappers over, had je dit nu wel moeten publiceren? Waarvan ja. Ik denk van ja, dat MIT-verhaal was een artikel dat gepubliceerd is met een review. Terwijl je daar duidelijk ziet, als je aan een expert als Bert Blokker vraagt van, is dit inderdaad waar? Zitten er allerlei kanttekeningen bij? Dus reviewen zegt ook niet alles. En ik durf eerlijk gezegd misschien wat anders dan jullie observatie, maar wel op zijn ervaring af te gaan over hoe die luchtstromen zich verspreiden. En weet ook dat hij de disclaimer zegt van, of die luchtdruppeltjes dan ook besmettelijk zijn, dat weet ik niet. Maar we zien wel dat ze een stuk verder komen. Het blijft dus, en dat is dan misschien het antwoord op jouw vraag, Frans, lastig om daar een heel hard ja, nee en de duidelijkheid te scheppen. Maar ja. Nog even tot slot, Jean-Paul, de vraag, mijn argwaan naar het begin, hè, die kwam natuurlijk niet voor niks. Er wordt gezegd, ons land heeft niet meer 17 miljoen bondscoaches op dit moment, maar 17 miljoen virologen. Denk jij dat het goed is dat mensen vanuit zoveel verschillende disciplines over dit probleem, over dit virus nadenken? Of denk je dat het ook veel verwarring kan opleveren? Ja, ik denk dat dat een heel goede vraag is. En dat ook al het commentaar wat bijvoorbeeld Bert kreeg op snelle manier waarop hij dingen presenteerde, dat je daar inderdaad ook voorzichtig mee moet zijn. Ik zie onervaren mensen simulaties draaien over luchtstromen. En dan is jullie zorg van, ja, wat kunnen we nu vertrouwen, denk ik helemaal terecht. Dus wat dat betreft ook respect voor dat jullie zeggen van, ja, in hoeverre is dit nu al iets waar we op moeten afgaan. Ik zie bijvoorbeeld ook vragen over, kun je met het bereik van een Bluetooth signaal berekenen over hoe ver je van iemand af zit? Nou, ik vanuit een hele andere context gezien dat we wilden proberen om te kijken of twee lampen naast elkaar zitten of niet, hoe lastig dat is. Daar zit heel veel ervaring op. Dat is jouw expertise. En je ziet nu elke keer op het bocht mensen dingen doen waarvan je zegt, ik weet niet of dat de oplossing is. Je ziet dat er ook valkuilen, dat mensen daar intrappen. En de hele medische wereld heeft een lange track record. Ik had van heel langzaam pas dingen toelaten. 17 jaar erover doen voordat iets medisch gecertificeerd was. Ik denk dat die tijd nu ver achter ons ligt. Dat kunnen we ons zeker niet permitteren. Maar daar een goede balans in vinden. En ook de wetenschap en de techniek een goede plek geven. Op een manier dat die ook goed beoordeeld wordt. Over wat kun je nu vertrouwen, wat niet. En hoe moet je in al deze tijden van onzekerheid daarmee omgaan. Dat wordt nu een uitdaging. Waarbij ik wel blij ben met al die technologische en wetenschappelijke aandacht die ervoor is. Ja, en wat zegt dat over de rol van wetenschap over het algemeen in deze tijd? Want je ziet inderdaad overal komen onderzoeken naar boven. Eerst MIT, dan ja, Bert Blokker is iedereen is bezig om op een manier bij te kunnen dragen. Maar daardoor zie je wel een hele grote verspreiding van allerlei diverse onderzoeken. Ja. Zonder dat die, er is goed onderzoek gedaan, maar dat moet herhaald worden, et cetera, et cetera. Dus ja. Hoe zorg je nou voor dat de wetenschap significant bij kan dragen om deze crisis op te lossen? Is dat door inderdaad in de breedte zoveel mogelijk te onderzoeken of met z'n allen toch de koppen bij elkaar te gaan steken? Hoe zie jij dat zelf? Het is multidisciplinair. Dus je zult die verbindingen moeten leggen. Hè? En je ziet dus ook dat nu mensen die zich bezighouden met luchtstromen en met verontreinigingen zich bezig samen gaan nadenken met de virologen. Dat ook de technologie over hoe kunnen we apps bouwen met elkaar praat. Daarbij zul je inderdaad ook de verdieping moeten zoeken. Dus nog steeds partijen die verder onderzoek doen op hun vakgebied, maar wel daaroverheen kunnen praten, zijn denk ik heel erg belangrijk. En daarnaast is ook denk ik het ook
kritisch zijn op elkaar en daar kritiek op durven uiten en daar ook op een volwassen manier mee omgaan, is een hele belangrijke en dat is deze tijd niet makkelijker. Ik bedoel, fake news is iets wat hoog in de lijst van favoriete woorden de afgelopen tijd stond. Terwijl de meeste wetenschappers zijn denk ik wel integer in wat ze presenteren en publiceren. Maar sommigen hebben het nou eenmaal wat meer bij het rechte eind dan anderen. En daar zullen we onze weg in moeten vinden. Ja. Hartelijk dank Jean-Paul Linaerts. Graag gedaan. Ja, dat was Jean-Paul Linaerts die toch zijn excuses heeft gekregen van jou. En heeft aanvaard volgens mij, toch? En heeft aanvaard, ja. Maar met interessante opmerkingen over onderzoek in deze tijd en wetenschap in deze tijd. Hoe ga je daarmee om? En er zijn zoveel onzekerheden nu rond het virus. En alles wat we doen is in zekere mate gebaseerd op onderzoeken die nog niet helemaal die wel gedaan zijn, maar nog niet gereviewd of nog niet genoeg. Dus, en dus ook niet al te wantrouwend zijn in mijn geval over onderzoeken die niet bij de echte specialisten vandaan komen, maar ook mensen die gewoon gewend zijn om na te denken over complexe problemen. Ja. En Bert Blokke en Jean-Paul Linaerts is dat zeker toevertrouwd. Ja, en interessant dat hij ook zegt van dit is de tijd om goed kritisch op elkaar te zijn als wetenschappers en ook goed met die kritiek om te gaan. Want alleen dan wordt natuurlijk het onderzoek sterker. Dus komt er nog iets leuks van het weekend online? Of, Er komt een heel mooi interview van Katja Zanger uit Berlijn. Over een Duitse virologe. Duitse historica die zich heeft gericht op de virologen. En waarin staat dat eigenlijk de mens voor 50% is opgebouwd uit virussen. Dat wist jij niet, hè? Nee, ik dacht dat 70% water was. Oh nee, dat is de wereld. Maar, ja, maar ons DNA blijkt voor een groot deel te bestaan uit virussen. En ik vind dat een heel mooie benadering, want we kijken nu op een hele negatieve manier, logisch, hè, naar virussen. En er komt natuurlijk heel veel ellende uit voort, maar het is heel belangrijk, denk ik, om te laten zien waar ze vandaan komen. En ook dat wij wel degelijk ook op de een of andere manier een voortbrengsel zijn van diezelfde virussen. Dus dat zou ik zeker gaan lezen. Ja, super. Dan ga ik dat braaf doen natuurlijk. En jullie allemaal ook. De sterkte bij de tandarts. Nee, dankjewel. Ja, ik hoef alleen maar foto's te laten maken. Hè? Dat weet je niet. Ik hoop het. Ik heb niks anders gepland. Ja, die tandarts misschien wel. Afstand houden is en blijft moeilijk voor de meeste van ons. Maar deze technologie kan ons daarbij helpen. Hoewel we feestjes en festivals de komende tijd wel kunnen vergeten, gaan mondjesmaatscholen en winkels weer open. Maar hoe doen we dat nou op een veilige manier? Afstand houden is gewoon lastig. En vaak denken we voldoende afstand te houden, maar blijkt dat in werkelijkheid toch anders. Gelukkig zijn er genoeg creatieve ideeën van bedrijven uit de technische hoek die daar iets op verzonnen hebben. Waar is afstand houden op dit moment nou heel belangrijk? In ziekenhuizen. En daar heeft het bedrijf TriLikes iets op bedacht, de Aura Aware. Met meerdere sensoren scant het systeem de ruimte en als iemand te dichtbij komt, gaat er een alarm af. De afstand tot er een waarschuwing afgaat is instelbaar met een app. Stel je voor je hebt een ziekenhuisbalie van een halve meter. Dan kan je daar in de app nog een meter aan toevoegen. En als er dan iemand binnen die zone komt, dan gaat er een alarm af. Dan gaan we van het ziekenhuis naar het strand. Het is voor de politie lastig om moeilijk begaanbare plekken te voet te bereiken. Daarom krijgen ze hulp van drones. De drones bevatten een ingebouwde speaker om strandgangers te waarschuwen om voldoende afstand tot elkaar te nemen. En om het afstand houden in openbare ruimtes nog beter in de gaten te houden, wordt er in de wereld technologie ingezet die nog hoger zweeft in de lucht. In Engeland bijvoorbeeld. In combinatie met data van Google krijgen gebruikers via een app real-time informatie over welke bestemmingen druk zijn en welke niet. Goed, dan gaan we van openbare ruimtes naar de werkvloer. Er zijn ook genoeg mensen voor wie thuiswerken onmogelijk is. Zij kunnen gebruik maken van LoPos. Dat werkt als volgt. Iedere werknemer krijgt een armband om.
Komen ze te dicht bij elkaar, dan krijgen de werknemers een waarschuwing door middel van een trilling of geluid. Het mooie aan deze armbanden is dat de afstand niet wordt gemeten door middel van Bluetooth, maar door middel van ultra-wideband. Deze techniek is in staat om veel nauwkeuriger afstanden te meten, tot op de centimeter. En voor wie afstand wil nemen op een modieuze manier? Er is een LED-masker ontwikkeld door het VR-bedrijf Oculus, die animaties kan laten zien. Op het masker kun je je eigen tekst schrijven, zoals pas op, houd afstand van mij. En je kan het masker ook linken aan de microfoon van je telefoon, voor het showen van equalizer-effecten. Zo, met al deze technologische oplossingen hebben we geen excuusjes meer om geen afstand tot elkaar te houden. Welkom bij een speciale Topnames uitzending, actueel, vers van de pers of actueel vanmorgen. Lucien, je bent op dit moment van de Dutch Startup Association. Topnames 5 jaar bestond, hebben Stekel en ik onder meer dankzij jou, maar dat was er nog niet, de Dutch Startup Association, een mooie jek gekregen waarop stond 5 jaar Topnames bedankt namens Amsterdamse Startup, geloof ik. Daar schaats ik nog steeds. Daar schaats ik nog steeds mee. Daar wou ik je nog even voor bedanken. Was goed materiaal ook. Ja, dat was een fantastische live uitzending, was dat toch? Ja, dat was superleuk. Ja, ja, klopt. Hey, waar we nu over bellen is, morgen is een belangrijke dag, begrijpen wij, voor Startup Nederland. Waarom? Ja, de overheid opent dan de regeling om een soort notenkrediet, een overbruggingskrediet te kunnen aanvragen. En we hebben vandaag gehoord dat daar nog een extra mogelijkheid bij komt. Dus er zijn nu 2 regelingen qua kredieten. Eigenlijk eentje voor, ja, laten we zeggen, kleinere leningen, start-ups. En de andere wat grotere, scale-ups. En morgen gaat via techleap.nl een portal open waar je de aanvragen in kan dienen. En van eentje zijn al heel veel criteria voorwaarden bekend. En van de andere was het nog wat beperkt. Hey, is het een goede regeling? Vertel eens, want we kennen allemaal uit het nieuws die NOW-regeling, hè, dat het subsidie van de loonkosten voor bedrijven. Maar dat geldt alleen als je een omzetdaling van minimaal 20% hebt. Ja. En bij heel veel start-ups, groeibedrijven, werkt dat natuurlijk totaal anders. Hè? Dus die komen daar niet altijd voor in aanmerking, denk ik. Nee, ik vond het heel tof om te horen dat Hugo net van Campspace in staat was om een aanvraag te doen. Ja, blijkbaar heeft hij je omzetverlies dan. Ja, ja, helaas ook. Ja, maar had gelukkig. Ja. aan de andere kant, er zijn natuurlijk al meer bedrijven die heel veel omzet al hebben en zelfs wel vertienvoudigd zijn. Maar dan vergeleken met vorig jaar niet voldoende zakken om zoveel omzetdaling te hebben om aanspraak te kunnen maken. En je hebt natuurlijk ook gewoon partijen die helemaal geen omzet nog hebben, maar wel op een andere manier gewoon misschien fantastisch gaan qua tractie. Ja, die vallen allemaal buiten de boot. En dat is echt het overgrote deel wat buiten de boot valt. Ja, en daar is dus nu die 100 miljoen voor beschikbaar gekomen die morgenochtend open gaat. En dat is een overbruggingskrediet, hè? Dus het is geen subsidie of een gift, het is een lening. Nou ja, dat is natuurlijk meteen een van de issues. Is dat de sector die bij uitstek de banen creëert in Nederland en in de economie. Dat zijn degenen die geld moeten lenen om banen in stand te houden. Dus dat is eigenlijk een beetje gek. De rest van de economie en natuurlijk iedereen heeft problemen. Weet je wel, dat is het niet. Maar het is wel gek dat het eigenlijk bij bijna alle bedrijven is het een soort uitkering eigenlijk. En start-ups die zullen moeten lenen.
En, maar goed, dat vind jij een slecht element aan. Zitten er nog meer dingen aan waarvan je zegt, dit is niet goed? Want wat je zegt, hè, kijk, het punt is, iedereen kijkt naar zichzelf en iedereen heeft het zwaar, iedereen heeft het moeilijk. En weet je wel, als je in de kunst zit, zeg je van wij worden het zwaarste aangepakt. Als je bij de KLM werkt, zeg je de luchtvaart heeft het zo zwaar. En als je starter bent, zeg je ja, weet je wel, wij zijn toch echt anders. Ja, nee, natuurlijk. Iedereen heeft een argument. En de horeca die hoort natuurlijk ook stevig. Die moet het ook niet om allemaal die 90% gedekt te krijgen. En dat is ook allemaal terecht. Wij bekijken het op dit moment een beetje als groepstartups wel als het belang voor het land. Hè. Premier Rutte heeft in januari geroepen dat, dat we nummer 1 van Europa moeten gaan worden. TechLeap heeft het ook als doel omarmd. We zijn nu een paar maanden verder en dan merk je dat we gewoon in verhouding tot andere landen eigenlijk heel weinig beschikbaar maken. Voor start-ups. En dan kom je eigenlijk een beetje in de, als ik heel eerlijk ben, zit je nu gewoon in de achterhoede van Europa qua regelingen. Dus begrijp me niet verkeerd. Hè? Iedereen werkt keihard en die intenties zijn allemaal goed. Maar dit is vergeleken met andere landen gewoon te weinig. En het eerste wat had moeten gebeuren is gewoon die NOW ook op een of andere manier open zien te krijgen of een alternatief daarvoor. Voor start-ups, dat ze in ieder geval eventjes hun mens konden aanhouden terwijl ze aan het kijken waren wat ze allemaal gaan doen. Maar op dit moment zie je gewoon dat heel veel van deze bedrijven gewoon ontslagrondes aan het voorbereiden zijn of al gedaan hebben. En dat is eeuwig zonde, want dat, weet je, dat krijg je nooit heel snel meer terug. Dus dat is een grote, wat je zegt, desinvestering of kapitaalvernietiging, hoe je het ook wil noemen. Want het gaat even goed geld kosten aan de overheidkant. Dus die gaan allemaal naar het UWV. Dat moet ook gewoon betaald worden. Dus dat is eeuwig zonde. En dat hadden ze gewoon even anders moeten doen. Ja, nu zijn er dan wel... Lucien, ik spreek wel... als je mensen spreekt, die zeggen dan... weet je, 9 van de 10 start-ups... dat is allemaal zwaar met investeringsgeld. Die zijn helemaal niet bezig met omzet. Dus weet je, wat maakt het uit? Er zitten kapitaalkrachtige investeerders achter. Wat een gezeur. Ja, het is natuurlijk een totaal systeem, hè, hoe start-ups, hoe dat allemaal samenwerkt. En op de eerste plaats, wat ik altijd heel grappig vind, is helemaal niet zo dat de meeste start-ups het niet halen. De meeste start-ups blijven langer dan 5 jaar bestaan. Dat is al 1. En het grappige is dat grote bedrijven steeds korter bestaan, hè, dus gemiddeld nu 12 tot 15 jaar. Dus dat kruipt langzaam naar elkaar toe. Dus ik vind het argument steeds minder steekhoudend worden. Ja, het overgrote deel blijft lang bestaan. En 10% wordt natuurlijk super succesvol. En ze zijn de grootste banencreëerders van de economie, zo ongeveer. Hè. Er zijn nog een paar anderen die ook aardig meewerken. Maar het is een heel belangrijk component. Dus iedereen die zegt dat het niet zo belangrijk is, die denkt misschien voor zichzelf. En dat die persoon raakt het misschien niet. Startups raakt het natuurlijk wel, maar nog veel groter. Het raakt gewoon het land. Dus als jij straks, je noemde het KLM, dat vind ik een prachtig voorbeeld. Er wordt natuurlijk 4 miljard gegarandeerd voor KLM, voor 33.000 medewerkers. Bij start-ups werken ergens tussen de 100.000 en 120.000 medewerkers. En die gaan het nu met 100 à 200 miljoen doen. Dat is natuurlijk gek. Want tuurlijk, KLM, misschien systeembedrijf, hè, moeten we in de lucht houden. Allemaal belangrijk, we moeten zakelijke bestemmingen houden. Maar we weten allemaal dat er uiteindelijk toch banen zullen gaan verdwijnen. Dat is namelijk niet houdbaar. Het gaat heel lang niet goed in de luchtvaartindustrie, dat weten we nu al. Dus daar gaan zulke bedragen tegenaan. En tegelijkertijd ga je dus degene die de meeste banen creëren, daar ga je eigenlijk heel mondjesmaat en voorzichtig en eigenlijk vrij langzaam mee om. Zit je nou ook nog met een definitiekwestie? Want het is altijd al ingewikkeld, hè? Tenminste, daar kan je lang over praten. Wat is een start-up? Maar nu, als het over dat geld gaat. Hè, want als mensen die er niet zo goed in zitten, zullen het misschien zien als beginnende bedrijven. Maar voor jullie zit er een hele andere component aan. Loop je daar tegenaan? Wat is een start-up? Ja, zeker. Binnen de DSA, de Dutch Startup Association, hebben we eigenlijk al een hele tijd die discussie. Hè? Dat is altijd een beetje moeilijk. Heel plat voor ze is het al moeilijk om tussen start-up en scale-up een grens aan te geven. En start-up in het algemeen is nog ingewikkelder. Bij die regelingen bijvoorbeeld hebben ze nu, even uit mijn hoofd hoor, maar als je nog niet ouder bent dan bijvoorbeeld 1,5 jaar of zo, en je toont bijvoorbeeld al tractie in aantal werknemers of in omzet, dan ga je een beetje als een snel groeiend bedrijf en dus start-up
tellen. En daar zit op zich wel een punt natuurlijk, want je zou eigenlijk ook kunnen omschrijven als een klein bedrijf, net zoals heel veel kleine bedrijven, maar met ambities van een heel groot bedrijf. Dus je moet ergens gaan aan herkennen dat ze heel erg hard groeien. Dus dat zit of in medewerkers, of in investering, of in omzet. En die zijn natuurlijk wel vrij makkelijk nog te meten. Maar wat veel moeilijker te meten is natuurlijk een startup die een geweldig idee heeft en vervolgens heel hard groeit met bijna geen medewerkers, maar wel enorme tractie. We herinneren ons allemaal wel Instagram of zo, die toen voor 1,7, wat was het? Ja, dus en over grote, heel succesvolle startups gesproken die ook heel groot worden. Jullie maken je echt hard voor financiële steun voor de startup community in Nederland. Ja. De voormalige startup Booking, een vraag van de jouw welbekende Johan Schaap. De voormalige startup Booking is nogal slecht in het nieuws. Hebben jullie daar last van bij deze campagne? Nou, verrassend genoeg, bedankt Johan. Hadden we tot nog toe geen vragen daarover. Nou, dat scheelt. Het diplomatieke antwoord is hier dat we inderdaad vinden dat dingen als zo'n nauwregeling aangepast moet worden. Maar zowel om misbruik te voorkomen als om uitsluiting te voorkomen. Hè. Dus het probleem ligt een beetje aan twee kanten. Als ze heel snel zo'n regeling optuigen, dan gaan we dingen mis. Er valt van alles doorheen. En ik weet niet of je dat artikel laatst van Bouwman, Martijn Bouwman in Bouwma in FD gelezen had, ja. Die eigenlijk heel rijk opstond waarom je allemaal fout kan zijn tegenwoordig. En dat is natuurlijk wel iets wat de economie was voor deze crisis. Dus ik denk dat iedereen wel bewust aan het worden is van hoe je overkomt en dat dat allemaal veel transparanter aan het worden is. Dus ik denk, alle bedrijven zullen wel iets gaan schakelen op dit gebied. En dat gaat gewoon heel belangrijk worden. En ik denk dat startups van deze tijd juist daar heel mooi voorbeeld in zijn, want dat zijn vaak behoorlijk transparante bedrijven. Hey, we zouden even kort bijpraten. Hebben we nog wat gemist over morgen? Nou ja, er komt dus naast die 100 miljoen wat die overbruggingslening is, komt er nog een extra 100 miljoen van Wouter Bos via InvestNL. Dat gaat dan om de wat grotere leningen. Dus dan moet je denken aan meer voor scale-ups, hè? Ja, die call, dat is die corona overbruggingslening. Die gaat eigenlijk tot 2 miljoen. Alles daarboven gaat InvestNL aan bijdragen voor de helft. Dus dat betekent dat samen moet met co-investeringen. Niet alles is daar al even duidelijk van. We weten wel dat ze zelf gaan met de hand zeg maar gaan kiezen. Dus het wordt niet een soort algemene regel waar alle investeerders mee kunnen samenwerken of zo. En in het algemeen is onze boodschap eigenlijk, als ik daarmee mag afsluiten, is dat 200 miljoen eigenlijk heel erg weinig is. Want als je ziet dat vorig jaar er 1,5 miljard in de Nederlandse start-up industrie gestoken werd door investeerders uit de markt. Dan gaan we met 200 miljoen gaan we er maar een paar redden. En ik hoorde vanmiddag nog in een toespraakje van Constantijn van TechLeap, dat we inmiddels op 7000 start-ups zitten. En als ik een beetje goed reken achter op een bierveeltje, jongens, dan halen we een paar honderd bedrijven mee hier uit de gracht. Ja. Oké, man. Bedankt. Veel succes ermee. En we spreken elkaar weer snel. Alright, succes, Lucien. Okay, dankjewel. Awesome. Ja. Ja, dat was het weer voor vandaag. Hiermee komt ook meteen een einde aan IOTV voor deze week. Ik hoop dat je het leuk vond. Laat het ons vooral even weten. Als je het leuk vond, doe dan vooral ook even een duimpje omhoog. Voor volgende week gaan we weer draaien op woensdag en vrijdag. Hou vooral onze sociale media even goed in de gaten, want we gaan ook weer een themadag hebben. Goed weekend en ik zie jullie allemaal volgende week.